Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, ROM, heeft vandaag de derde rapportage onder het klimaatverdrag, ook wel de Third National Communication, gelanceerd. Suriname is in 1997 toegetreden tot de United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, oftewel het klimaatverdrag. Deelnemende landen moeten om de 4 jaar rapporteren aan deze organisatie. Volgens Yvette Pengel-Patterson, onderdirecteur klimaatverandering, biedt het rapport een overzicht van het effect van klimaatverandering op Suriname en wat ons land bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen. En daarnaast hebben we een heel belangrijk onderdeel waarnaar iedereen uitkijkt, en dat is dat hoofdstuk dat te maken heeft met de broeikasgasuitstoot van Suriname. Dat wil zeggen, er wordt gekeken naar de sectoren die uitstoten. Met uitstoten bedoel ik dan kijken we naar gassen zoals methaangas, koolstofdioxide. Maar er zijn ook andere stoffen waarnaar gekeken kan worden. Maar de focus in dit rapport is meer op methaangas en koolstofdioxide. Op basis van die inventarisatie, waarbij ook is gekeken naar de verschillende sectoren. Dan denk ik aan de energiesector, de IPPU, dat is meestal de industriële processen. Afvalu, dat is niets anders dan landbouw, bosbouw en ander landgebruik. En dat wordt daarvoor de uitstoot berekend. Als we dat hebben, dan moet je ook aan de andere kant weer gaan zorgen voor maatregelen. Als je constateert op basis van de calculaties die zijn gedaan, dat je eventueel zou moeten bijstellen, afstellen of weet je, moet erop gaan letten dat de activiteiten die je ontplooit in die sectoren, dat de emissie niet aan het stijgen is, maar dat je het probeert te beperken of terug te dringen. Pengel-Patterson zegt verder dat de handhaving van regels rond klimaatverandering nog een obstakel vormt. Echter gelooft ze dat er verandering kan komen als de samenleving bewust wordt gemaakt van haar rol bij klimaatverandering. Dan is het geen probleem, dat hoef je niet eens meer te handhaven. Dus ik denk, omdat handhaving al een probleem op zich kan zijn in Suriname, dat we nu moeten focussen om mensen juist bekend te maken met wat ze wel mogen doen en wat ze moeten nalaten. Waardoor je dan niet komt in de space dat er te veel zaken gebeuren die eigenlijk nagelaten moesten worden en waarbij je zit met een issue dat je nog moet handhaven. En dat is een probleem. Binnen het klimaatverdrag moeten alle landen verbonden aan deze overeenkomst onderzoeken welke de negatieve effecten zijn die klimaatverandering heeft op hun land. Hoeveel broeikasgassen worden uitgestoten, nu en in de toekomst, en hoe dit tegengegaan kan en zal worden. Pengel-Patterson zegt dat na de lancering er verder gewerkt moet worden aan de bewustwording van bedrijven en andere groepen over hun rol bij klimaatverandering.